Welkom bij nog Spellen Zonder en dit keer het spel Empires of the Void, uitgegeven door Red Raven Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 2 uurtjes mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van een ras, een buitenaards ras soms, en ga je proberen om zoveel mogelijk planeten onder jouw hoede te krijgen. Dat kun je op 2 manieren doen, of door met militaire macht de planeet over te nemen, of op een diplomatieke manier. Uiteindelijk zullen de planeten jou overwinningspunten geven samen met de ontwikkelde technologieën en het aantal plaatsen wat jij hebt verworven in de Galactic Council. En degene die uiteindelijk de meeste punten krijgt, wordt de winnaar van Empires of the Void. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Ryan Lacat en wij krijgen de spelregels in het Engels, op zich duidelijk opgezet, alleen naar mijn mening niet volledig. Soms mis je informatie en dan moet je gaan zoeken op het internet. De verschillende tegels waarmee wij ons universum gaan opbouwen, erg mooi weergegeven. Een x-aantal rassen voor de verschillende spelers. Je zult zien dat er verschillende kleuren zijn en dat je dus keuze hebt uit 2 geel, 2 rood, 2 blauw, 2 groen. En die rassen hebben natuurlijk weer speciale eigenschappen die weergegeven zijn op deze kaart. Dit is het bordje waarop de Galactic Council is afgebeeld. En dan krijgen we nog deze mapjes en dat zijn de tech trees, de technologieontwikkelingen die je gedurende het spel gaat doen. Verder krijgen wij een stapel diplomatieke kaarten, een stapel event- en scorekaarten. Dit zijn de planetenkaarten, de rassen van de verschillende planeten die in het spel zijn en hun eigenschappen. Voor elke speler in zijn of haar kleur een hele set aan schepen, veroveraars, fiches en de verschillende technologieën die je kunt gaan onderzoeken. We hebben het geld, dat zijn deze groene driehoekjes, 6-zijdige dobbelstenen, de overwinningspuntjes, nog wat speciale rasgerelateerde schepen en fiches. Hier hebben we nog wat planeten en space stations en wormholes en space pirates. En tot slot alle alienschepen die je ook tijdens het spel eventueel kunt bemachtigen en bouwen. Dat is wat we krijgen. We gaan snel een spelletje opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest zijn eigen ras en de bijbehorende planeet. In dit geval heb ik als thuisplaneet Ig. Op die Ig staat een waarde in een paars schild. En dat zijn eigenlijk de victory points die je krijgt voor deze planeet. Je inkomsten worden weergegeven op je raskaart. En die staan hier rechts bovenaan. De reden waarom dat op deze wijze gedaan is, is omdat jouw thuisplaneet wel veroverd kan worden door een andere speler. Maar daarmee zal hij nooit jouw inkomsten weghalen. Dus je hebt altijd geld, dus je kunt altijd weer nieuwe schepen in het spel brengen. Waar kan ik zien welke planeet mijn thuisplaneet is? Staat altijd vermeld bij de naam van jouw ras. Ik heb de 7th Academy of Ig. En Ig is dus mijn planeet en zo heeft elke ras de naam erin verstopt. Daarnaast kies ik een kleur. Krijg ik de bijbehorende schepen. In mijn kleur. Ik krijg 1 space station wat ik kan bouwen. Ik krijg mijn technologieën. Ook daar staat de kleur op de achterzijde weer afgebeeld. En ik kijk even wat mijn speciale eigenschap is waarmee ik begin. In dit geval start with the subspace scan en min 1 tech cost. Dat zijn mijn speciale eigenschappen. Dus ik pak de technologie subspace scan en die plaats ik alvast op mijn tech bordje. Verder krijg ik 2 diplomacy kaarten en ik heb mezelf maar even tot startspeler gebombardeerd. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers wordt het universum groter. Wij spelen met 2 spelers en dan heb je 4 tegels met planeten en dan 2 hoektegels. Ik kies bijvoorbeeld deze hoek als mijn startpositie. Dan wordt de volgende speler genoodzaakt om deze hoek te kiezen. Heb je meer dan 2 spelers, dan begint de startspeler. En dan met de klok mee kiezen de andere spelers hun starthoek. Verder zien we het geld, overwinningspunten, de Galactic Council bordje. Wij hebben de diplomatiekaarten.
We hebben nog wat extra fiches, bijzondere schepen die je kunt bouwen als je een planeet verovert, want dat geeft jou weer nieuwe technologieën, dus ook nieuwe schepen. En we hebben planeetkaarten van de verschillende planeten die we zien. En daarop staan die speciale eigenschappen weergegeven. Dan moeten we alleen nog het eventdeck opbouwen. Het eventdeck is het deck met deze ruggen. Je zult zien dat je drie scorekaarten hebt, A, B en C. Wat je doet is je neemt scorekaart C, dan leg je twee eventkaarten op, dan pak je scorekaart B, die leg je daar bovenop, en dan tel je de drie eventkaarten op, dan scorekaart A, en daar bovenop tel je vier eventkaarten. Voordat je dat gaat doen, als je dus niet met een vierspelerspel speelt, je hebt dus niet alle planeten in het spel, ga je even door het eventdeck en haal je alle eventkaarten eruit die naar planeten verwijzen die niet in jouw universum zitten. Zodat je dat niet tijdens het spel kaarten tegenkomt die niks doen. Dat is namelijk niet de bedoeling. Dat is ons eventdeck. 11 kaarten. En dat geeft ook aan hoeveel beurten we hebben om te winnen. 11 beurten. Dus laten we snel gaan kijken hoe we dit spel kunnen gaan winnen. Het spel is opgeknipt in 11 rondes en een ronde ziet er als volgt uit. We beginnen met het ontvangen van inkomsten. Je krijgt inkomsten gelijk aan het getal in de rechterbovenhoek van jouw raskaart. In mijn geval zijn dat 4 muntjes. Plus ik krijg inkomsten als ik planeten bezit. Je zult zien dat planeten ook gewoon een driehoekje erop hebben staan, het groene driehoekje. En dat zijn extra inkomsten. Dus zou ik deze planeet hebben, dan krijg ik 5 inkomsten aan het begin van mijn beurt. Alle spelers pakken die inkomsten. En dan gaan we naar de pre-round fase. In de pre-round fase koop je technologie en koop je schepen. Je mag zoveel schepen kopen als je wilt, maar je mag maar 1 technologie bouwen per ronde. Nou, de technologieën bouwen is eigenlijk heel simpel. Je zult zien dat er verschillende soorten technologieën zijn. Je hebt technologieën die je gewoon mag kopen. Dan staat er alleen een prijs op vermeld. En dan staat hier in het wit wat de technologie doet. Je zult zien dat er technologieën zijn die hebben een symbool in een cirkel. Dat betekent dat je een bepaalde grondstof nodig hebt. Oftewel, je moet een planeet beheersen, ofwel door middel van diplomatie. Ofwel door middel van war, dus gewoon met militaire kracht overgenomen. En die planeet moet dit symbool hebben, anders kun je deze technologie gewoon niet kopen. En daarnaast moet je ook nog het geld betalen. En de laatste optie zijn deze technologieën. Deze heeft in mijn voorbeeld zowel kosten als grondstoffen nodig. Maar je ziet er ook nog iets in het geel. Dat betekent dat je ook die technologie al moet hebben voordat je deze technologie mag bouwen. Nou, over het algemeen zie je dat ook weer terugkomen op je technologiebordje. Je ziet bijvoorbeeld als je de Centipede hebt gebouwd, dan zie je pijltjes gaan en dan kun je vanuit die pijltjes kun je de Star Cruiser bouwen. En die pijltjes geven jou er weer toegang tot upgrades voor de Star Cruiser en uiteindelijk de Sun Hammer. En nou ja, zo kun je dus verschillende technologieën gaan bouwen. In je beurt mag je dus 1 technologie bouwen en een aantal schepen. Schepen die je bouwt komen altijd op jouw thuisplaneet tevoorschijn. Dus die komen altijd hier tevoorschijn. Behalve als jij een spaceport hebt gebouwd, dat kun je 1 keer doen. Daar gebruik je deze technologie voor, de spaceport technologie. Die spaceports plaats je dan bij een planeet die onder jouw controle valt. En dan komt daar een spaceport bij te liggen. Jouw spaceport, zolang die planeet van jou is, ligt die spaceport daar ook. En dan mag je dus 1 schip daar bij de spaceport uit laten komen. De rest komt gewoon weer allemaal bij je thuisplaneet. Dus je kunt ook niet zeggen, ik doe er 2 hier, 5 daar. Nee, nee, nee. 1 schip mag je dan via je spaceport naar buiten laten komen. En de rest komt altijd bij je thuisplaneet. De kosten voor de schepen staan onderaan je rassenkaart vermeld. Staat gewoon vooraan 1, 2, 3. Nou ja, hoe beter ze worden, hoe duurder ze worden. En aangezien we toch bij de schepen zijn, kijken we er gelijk eventjes naar. Elk schip heeft 3 waardes, de kosten, de aanvalswaarde en de verplaatsingswaarde. De verplaatsingswaarde wil gewoon zeggen hoeveel stapjes die mag doen. De aanvalswaarde wil gewoon zeggen dat als je aanvalt met dit schip, moet je dat getal gooien of hoger op een 6-zijdige dobbelsteen. Dus in dit geval raak ik alleen met een 6.
Verder staat erbij dat no tech required. Dat zijn de fighters, de starfighters en de diplomats. De andere schepen, daar moet je dus alweer technologieën voor hebben. Het laatste symbool waar je goed op moet letten zijn deze sterretjes. Die zie je staan bij bepaalde schepen. En die staan ook bij bepaalde acties. Hier zo bij de tech actie zie je het sterretje ook weer terugkomen. Het sterretje wil gewoon zeggen dat je die specifieke actie of dat specifieke schip maar één keer mag bouwen in je beurt. Dus wat ik ga doen in mijn beurt is ik koop deze technologie, de Centipede, en ik koop deze Diplomat als schip. En die komt tevoorschijn op mijn thuisplaneet. Dat is de pre-order round. Dan gaan we naar de eventfase. Heel simpel, de startspeler pakt de bovenste eventkaart, leest hem voor en doet het effect wat erop staat. Is het de scoringskaart, dan doe je wat de scoringskaart zegt. Dan gaan we naar de actieronde. Beginnend met de first player mag deze speler 3 acties doen. En daarbij heeft hij keuze uit 5 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is je moved. Je spendeert een actie om een schip te laten moven. Het schip geeft zelf aan hoeveel het mag moven. En daarbij moet je rekening houden met asteroïdes, space ruimtemijnen en space monsters. Daar mag je niet doorheen. Die blokkeren effectief jouw vluchtpad. Verder zie je van dit soort rondjes, dat zijn de stops. En je gaat gewoon stapjes tellen. Een diplomat mag 2 stapjes bewegen. 1, 2. Dus ik vlieg even naar die planeet. En die kan ik misschien op een diplomatieke wijze veroveren. Dus dat is move. 1 actie, 1 schip verplaatsen. De tweede optie is culture. Met de culture actie, en die mag ik ook weer zoveel doen als ik wil, pak ik 1 culture kaart. Op die culture kaart staan 2 effecten eigenlijk. Aan de ene kant capitalistic, de kleur blauw. Bepaalde planeten zijn capitalistic, dus die kan ik met capitalistic kaarten kan ik die proberen te veroveren. En het tweede wat er staat zijn de speciale eigenschappen. Die staan hier onderaan vermeld. Je ziet een getal, een dubbele punt en dan de speciale eigenschap. Als ik bijvoorbeeld deze speciale eigenschap wil doen, smuggle, dan staat er een 2 voor. Dat betekent dat ik 2 diplomatische kaarten uit mijn hand moet afleggen. Dan activeer ik deze ability. Ik doe wat hieronder staat en ik leg deze kaart vervolgens ook weg. Nou, zo simpel werken die eigenschappen. Je handlimiet is 3. En er zijn bepaalde technologieën die die handlimiet dus weer vergroot. De derde optie die ik heb is het mijnen. Mijnen mag ik maar 1 keer doen in een ronde. En als ik een mijnactie kies, dan pak ik gewoon 1 credit. Dan hebben we natuurlijk 2 manieren om planeten te veroveren. Diplomatiek of met militaire kracht. We gaan eerst maar eens kijken naar de diplomatieke manier. Je gaat naar een planeet toe met een diplomaatschip. Dat zijn deze schepen. En hier zult ook zien dat die als speciale eigenschap diplomatie hebben. Als je een planeet wil veroveren middels diplomatie, ga je altijd 3 dobbelstenen gooien. Maar voordat je die mag gooien, moet je altijd laten zien dat je tenminste 1 kaart hebt die overeenkomt met eigenlijk de geaardheid van het volk van die planeet. Ik ga Betacom er even bij halen. Dat is deze planeet. Het ras hier geeft aan dat ze militaristic zijn, dus militair ingesteld. De andere getallen en zo kun je nog even negeren. Wil ik deze planeet dus met een diplomatieke aanval veroveren? Ja, eigenlijk doe je niet veroveren, je maakt ze jouw bondgenoot. Dan moet ik minstens 1 kaart hebben, diplomatische kaart, met militaristic erop. Per kaart die ik heb, maak ik het mezelf makkelijker om met die 3 dobbelstenen de planeet te veroveren. Dat staat hier weergegeven. Heb je maar 1 kaart die overeenkomt met de voorkeur van de planeet, dan moet je een 17 of hoger gooien. 2 kaarten een 13, 3 kaarten een 8 en 4 kaarten hoef je nog maar een 4 te gooien. Nou, laat ik zeggen, ik heb gewoon lekker 3 kaarten van militaristic. Dan ga ik die alle 3 inzetten. Dat betekent dat ik met 3 dobbelstenen een 8 of hoger moet gooien. Ik gooi. In dit geval gooi ik 6. Dat is niet 8 of hoger. Dus dan mislukt mijn diplomatieke poging. De kaarten die ik gebruikt heb, gaan terug naar mijn hand, want het is mislukt. En ik kan zeggen, nou, ik heb nog een actie over. Dus ik spendeer een 2e actie en ik probeer het nog een keer. Ik speel weer mijn 3 kaarten.
Ik ga weer de 3 dobbelstenen gooien. Ja, en dit keer gooi ik 14. 16, sorry. Meer dan genoeg. Dan verlies ik alle kaarten die ik gebruikt heb. Maar daarvoor in ruil krijg ik de planeet. Omdat ik de planeet nu als vriend heb, als ally, dan leg ik mijn fiche op deze wijze neer. Je zult zien dat de andere kant staat enemy, maar ik heb hem bevriend. Het is nu mijn bondgenoot, dus ik leg op deze wijze mijn fiche neer. En ik plaats de planeet voor mij op tafel, om aan te geven dat hij mij overwinningspunten geeft. Posities in de council geven en extra inkomsten. En ook omdat ik hem als bondgenoot heb, mag ik de speciale eigenschap gaan gebruiken. In dit geval, als ik een battle win, krijg ik 1 overwinningspuntje. Een diplomacy actie mag ik alleen maar doen op een neutrale of onbeheerste planeet. De laatste actie is het aanvallen. Aanvallen werkt eigenlijk heel simpel. Je hebt verschillende opties. Je kunt bijvoorbeeld bij een planeet staan en die aanvallen. Dan ga je hem met jouw militaire kracht veroveren. Wat je dan moet doen, is je moet tenminste 1 hit scoren. Nou, je gaat gewoon kijken naar wat zijn de stats van dit schip. Ik moet een 4 of hoger gooien. Je gooit 1 schip, heb je er liggen. Ik gooi een 6, het lukt. Dan heb ik de planeet veroverd. In dit geval heb ik hem niet vriendelijk veroverd, dus wordt het mijn enemy. Dus plaats ik een enemy marker. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon de planeet krijg. Ik krijg van deze planeet de inkomsten, de overwinningspunten, de posities in de council. Ik krijg de grondstoffen, maar ik krijg niet, in dit geval, de Firebug speciale eigenschap. Die krijg ik niet. Dus daar moet je even rekening mee houden. Wat ik dan altijd doe om duidelijk te maken dat ik de eigenschap niet krijg, is ik leg hem even op deze wijze neer. Dan moet ik alleen even onthouden welke grondstof die levert. Maar dan kan ik nooit per ongeluk zeggen ik ga die speciale eigenschap gebruiken. Maar de planeet is nog steeds veroverd. Ik kan natuurlijk ook proberen een planeet te veroveren van een andere speler. Wat ik dan moet doen is, ik moet eerst alle schepen uit het luchtruim knallen. En dan moet ik nog steeds een hit scoren op de planeet om die planeet naar mij toe te trekken. Om te bepalen wie als eerste mag aanvallen, is er een initiative bepaald per schip. Ook dat staat weer keurig vermeld op jouw overzicht. Je moet soms even goed kijken, maar als je goed kijkt zie je dat hier een 1 verstopt zit. Hier zie je een 2 verstopt, een 3 verstopt. Oftewel, de grootste schepen gaan als eerste aanvallen. Daarna de tweede soort schepen, derde soort schepen. Wat is het idee hierachter? Als ik met deze Sunhammer ga aanvallen, die is wat zwaarder dan gemiddeld, dan mag ik 2 dobbelstenen gooien. Ik moet 3 of hoger gooien. Ik gooi 2 drieën. Dan moet de tegenstander dus 2 hits incasseren. Dan mag de tegenstander zelf bepalen hoe hij die hits verwerkt. Ja, in dit voorbeeld heeft hij 1 schip en 1 planeet, dus is het gelijk voorbij. Maar zou de tegenstander meer schepen hebben, dan kan hij bijvoorbeeld zeggen, dit is een initiative 1 schip, dit is een initiative 3 schip van mij. De tegenstander heeft initiative 3 en initiative 4 schepen. Ja, dan ga ik toch ervoor om als eerste deze 2 te verwijderen als tegenstander. Dan gaan we naar de initiative 3. Dan hebben we allebei schepen. Dus zowel ik als mijn tegenstander gooit de dobbelsteen. En we gooien allebei geen hit. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld de tegenstander een hit gooit. En ik heb ook nog bijvoorbeeld een klein scheepje erbij liggen. Dan kan ik zeggen van nou, ik laat bijvoorbeeld toch maar gewoon deze kapot gaan. En dan kan ik met die nog een keer aanvallen, want die heeft nog een initiative beurt. Zo kun je nog een beetje spelen en een beetje balanceren in een combat. Maar lukt het mij om daadwerkelijk de vijanden en de planeet te beschieten, ja, dan wordt het natuurlijk gewoon mijn planeet. Zo simpel is het. En het kan ook zijn dat je gewoon een andere vloot tegenkomt, dat de planeet helemaal niet van belang is. Ja, en dan ga je dus ook, kun je ook ervoor kiezen om op elkaar te gaan knallen. Dat is dus een actie, hè? Een aanval is een actie. Dus dan moet je 1 van je 3 kostbare acties aan spenderen. Maar je kunt ook zeggen, joh, we gaan gezellig hier al bij liggen. Een beetje naar elkaar toe dreigen. En je mag hier ook gewoon wegvliegen. Is geen enkel probleem. En ook als je dus elkaar aanvalt, ga je weer op die initiative volgorde. Dus eerst alle schepen met initiative 1. Dan schepen met initiative 2 zijn er niet. Schepen met initiative 3. Schepen met initiative 4 en uiteindelijk schepen met initiative 5. En in die volgorde wordt het afgehandeld en alles wat tussentijds al afgeknald wordt, ja, dat heeft gewoon pech, dat komt gewoon niet aan de beurt. Zou ik dit grapje doen,
En geel had de planeet op een diplomatieke wijze onder zich. Dan knal ik dus wel weer eerst al die schepen uit het luchtruim. Dat moet. En dan kan ik vervolgens die planeet overnemen. En dan plaats ik mijn fiche bovenop zijn diplomatie fiche. En ik leg dan weer een enemy fiche neer. Ik krijg de kaart, ik krijg de inkomsten, ik krijg de spulletjes. En totdat de speler de planeet weer bevrijdt, oftewel een aanval doet en mijn schepen wegknalt en het enemy fiche weghaalt, heeft die speler geen toegang tot de speciale eigenschap. Maar zijn fiche blijft wel liggen. De laatste optie die je hebt, is als jij bijvoorbeeld deze planeet weer kaal schiet. En je zegt van ja, ik vind het leuk, maar ik ga hem niet conqueren. Maar ik wil hem met diplomacy wil ik hem hebben. Dan mag je hem dus liberate noemen ze dat. Wat je dan doet is je knalt weer tenminste één hit op de planeet. Je haalt het enemy fiche van je tegenstander weg. En je kiest ervoor om hem niet zelf gelijk te veroveren. Maar dan mag je, als je tenminste één diplomacy kaart hebt met de overeenkomstige eigenschap van dat volk, mag je gelijk een gratis diplomacy proberen. En die werkt hetzelfde als een gewone diplomacy. Ik heb één kaart, dus dan zou ik met 3 dobbelstenen 17 moeten gooien. Nou, dat mislukt. Zou dat lukken, dan kan ik hem in plaats van conqueror, mag ik hem gelijk allyen. Dan heb ik hem middels diplomacy veroverd. Ja, en dat is net even wat stabieler, want dan krijgt hij speciale eigenschap. Dus dat is de laatste optie die je hebt. Dus dat zijn de 5 acties waaruit je kunt kiezen. Je mag er 3 kiezen. En afgezien van het mining mag je elke actie meerdere keren doen. Dus als je bijvoorbeeld een planeet wil aanvallen of een vijandelijke vloot wil aanvallen en het lukt met je eerste aanvalsactie niet, dan mag je nog een tweede aanvalsactie spenderen. En daarna bijvoorbeeld met je derde nog een keer verplaatsen. Technologieën geven je soms extra acties. Technologieën geven je soms betere verplaatsingen of betere opties. Nou, daar moet je gewoon even naar kijken. Daar kun je leuke combinaties mee maken. Aan het einde van de beurt gaat de startspeler met de klok mee naar de volgende speler. In dit geval mijn tegenstander geel. Dan gaan we de volgende ronde spelen. Als er een scorekaart open wordt gedraaid in de eventfase, wat je dan doet is je telt de punten van de planeten die je hebt. 2, 4, 6. Want mijn thuisplaneet is ook nog 2 punten waard. Dat is 6 punten die ik krijg. Die pak ik in deze paarse fiches en die leg ik gesloten voor mezelf neer. En voor de tegenstander ook. Ik kijk naar mijn technologiebordje. Heb ik technologieën met onderin het paarse schildje een 1, krijg ik daar nog puntjes voor. En tenslotte ga ik kijken hoeveel zetels heb ik in de council. Ik heb er 3, dus ik kom op 3 zetels uit. Mijn tegenstander komt bijvoorbeeld uit 2 zetels, die heeft het niet zo goed gedaan. En dan ga ik kijken wat de punten zijn die je krijgt voor de Galactic Council. De nummer 1 krijgt 2 punten, de nummer 2 krijgt 1 punt en de rest niks. Bij een gelijkspel krijg je hetzelfde aantal punten gedeeld door 2. Dus in dit geval, als we bij de nummer 1 zouden zijn, zouden we allebei 1 puntje krijgen. En als dat oneven wordt, wordt het afgerond naar boven. Dat gaan we dus doen. 11 rondes lang. We krijgen 3 mogelijkheden om te scoren. En degene die uiteindelijk de meeste overwinningspunten heeft verzameld, wordt de winnaar van Empires of the Void. En zo wordt het spel gespeeld. Empires of the Void doet mij een beetje denken aan een mix tussen The Merchants of Venus en Eclipse. Maar dan net even wat simpeler neergezet, waardoor het wat behapbaarder is. En dat is best wel heel gaaf gedaan. Het speelbord is wat beperkter opgezet en lekker duidelijk met alle eigenschappen op de planeten zelf. Je hebt in plaats van miniatuurscheepjes heb je deze kartonnen scheepjes. Ook net weer wat simpeler, maar desondanks niet verkeerd. Mooi even weergegeven. En wat ik ook leuk vind is dat speciale technologieën jou de toegang geven tot speciale schepen. En die kun je dus ook weer gebruiken. Alles is gewoon net even wat overzichtelijker en wat gemakkelijker gedaan. Dus je hebt met minder factoren rekening te houden. En dat betekent dat je je weer meer kan concentreren op het spelletje zelf. De 5 verschillende acties die je hebt zijn ook lekker makkelijk. Een planeet kun je veroveren middels een diplomacy actie. Of door een aanval succesvol te volbrengen. En ja, de aanval zelf is eigenlijk ook niet echt moeilijk. Je kunt een planeet aanvallen. Je kunt vijandelijke floten aanvallen. Soms zul je space pirates of andere dingen moeten aanvallen. Eigenlijk super simpel. Je gooit dobbelstenen in de volgorde van de schepen. En probeert daarmee je tegenstanders weg te knallen. Voordat ze op jou beginnen te schieten. En daarnaast heb je ook maar 11 eventkaarten. Waaronder ook nog eens een keer 3 scorekaarten. Dat zorgt gewoon voor dat het spel lekker vlotjes doorloopt. Wat ik een groot minpunt vind zijn de regels zelf. Die zijn onduidelijk. Er zijn
technologieën die niet uitgelegd worden. Dus dan moet je maar aan de hand van frequently asked questions het internet achter zien te komen hoe het werkt. Een voorbeeld daarvan is de spaceport. Ja, die staan in de basisregels gewoon niet uitgelegd. Dus ja, je hebt geen idee hoe je dat kreng gaat bouwen en hoe dat überhaupt werkt. Dus dan moet je weer gaan zoeken. En zo zijn er heel veel dingen die je gewoon niet uit de regels kan halen. En dan moet je weer op het internet en dan moet je weer bladeren. En daar heb ik een broertje dood aan. Als je een spel met heel veel mogelijkheden en een bepaald niveau van complexiteit maakt, fantastisch. Maar dan moet je ook zorgen dat je regels volledig zijn. En ik word erg verdrietig als ik tijdens het spel en voorafgaand aan het spel allemaal vragen heb die niet kan vinden in de spelregels. Het internet moet dat weer uitzoeken en zelfs daar af en toe nog een keer geen fatsoenlijk antwoord kan vinden. En dat is voor mij eigenlijk al een beetje een dooddoener. Het spel speelt heel erg goed, alleen ze moeten gewoon echt eventjes die regels gaan fatsoeneren en stroomlijnen zodat alles in één keer duidelijk is. Want er zijn gewoon heel veel mogelijkheden en je gaat heel veel situaties creëren binnen het spel. En soms kom je in een geval en dan ja, zijn de regels gewoon niet duidelijk of niet volledig. En ja, zeg maar hoe het dan gaat, dan moet je alweer bijna huisregels gaan toepassen. En dat moet je niet willen, niet in een spel zoals dit. Dat neemt niet weg dat het spel op zich prima speelt. Het is helder, de symbolen zijn duidelijk, de art ziet er goed uit. En het speelt op zich prima, alleen je krijgt veel situaties waarbij je denkt, ja, hoe zal ik dit gaan aanpakken? Of technologieën van hoe ga ik die in hemelsnaam bouwen? En dan blijkt dat je dus een speciaal ras moet hebben en alleen die heeft die specifieke technologie. Nou, weet je dat ook weer. Maar dat zou een stuk duidelijker kunnen, waardoor het speelplezier groter is en je minder tijd in de regels aan het spenderen bent en meer tijd bij het spel. En dat heeft mij ertoe gebracht om het spel een 5 te geven. Naast Spellenzolder.